Er is te veel lawaai in Antwerpen. Dat blijkt uit nieuwe geluidskaarten. Zowat overal wordt de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. En vooral rond de ring is de overlast groot. En zelfs 's nachts wordt de limiet ook op rustige plekken overschreden. Milieuschepen Lauwers wil de toenemende hinder nu aanpakken. Recente geluidsmetingen tonen aan dat de stad Antwerpen alsmaar roder kleurt. Zelfs 's nachts wordt de Europese limiet, die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ingesteld, overal op het Antwerpse grondgebied overschreden. Dat komt deels door het luchtverkeer en het spoor, maar vooral door het steeds drukkere autoverkeer op de wegen. De mensen die rond de ring wonen zullen niet verbaasd zijn van die resultaten, want zij horen dat elke dag. En ook diegenen die over de ring rijden weten dat er heel veel verkeer over die ring gaat en dat dat lawaai veroorzaakt. Dus heel verrassend is het niet, maar het bevestigt alleen dat er dringend maatregelen zullen moeten genomen worden. Het Antwerpse Schepencollege wil geen stad die omgord wordt door metershoge geluidsmuren. Een oplossing zou zijn om het doorgaand verkeer meer ondergronds te krijgen. Dat is een voorstel dat men nu in Brussel doet. Het is ook iets dat ik gezien heb in Madrid, waar men dat ook gedaan heeft. Alle onderzoeken zullen moeten plaats hebben, alle mogelijkheden zullen moeten onderzocht worden. Maar het is duidelijk, Europa zal ons verplichten om maatregelen te nemen. Maar politiek gezien zijn wij het ook verplicht aan onszelf om het te doen. Milieuschepen Guy Lauwers heeft nu een open brief geschreven aan Vlaams minister Joke Schouwvliegen. Hij vraagt een dringend onderhoud om de toenemende geluidshinder aan te pakken.